Vandaag is Rotary GoGlo 2017. Dat betekent dat alle GoGlo'ers van het lager onderwijs, dat zijn de best geslaagden, in het zonnetje worden gezet. We willen graag ze waarderen, aangeven dat de Surinaamse maatschappij erg waardeert wat ze gedaan hebben. En we willen ze motiveren om zo door te gaan. Maar we willen vooral ook al die andere kinderen op school motiveren om ook hun best te doen. Om ook zulke goede resultaten neer te zetten. GoGlo'er worden, de formule is erg eenvoudig. Er zijn 7 vakken op school waar je toets maakt. En voor die 7 vakken moet je minimaal 60 punten hebben. Dat is meer dan 8,5 gemiddeld. Dat is niet voor ieder weggelegd, maar het zijn enkelen die het realiseren om zulke hoge scores neer te zetten. De allerbeste slagen van heel Suriname. De best van de best. Met uw gelijk 66 punten voor 7 vakken ONI-30. Nephew, hoe voel je? Goed en verrast. Ik denk dat ik het zou halen als beste van het land. 60 punten is al geweldig, dan ben je crème de la crème. Maar 66 punten is ongelooflijk. Hoe doe je dat? Nadat je luisteren en je altijd je huis werkt. Wie van jou is nog in de zaal? Mijn moeder. Wil je roepen? Kijk op hoe. Wat leren we hieruit? Dat doe ik niet. Flink bezig moeten zijn met onze kinderen. Dat is het geheim. Natuurlijk was ik er altijd als moeder. Mijn vader heeft ook zijn best gedaan hoor. Maar vaak genoeg. Vaak zegt men dat het die moeder is die alles doet. Maar die vader doet ook zijn deel. Alle ouders moeten zich inzetten voor hun kind. Alleen maar door inzet van de ouders en betrokkenheid van de ouders kan dit bewerkstellig worden. 66 punten. Je cijferlijst ken je uit het hoofd voor tekstbegrip. 10. ABK. 9. Redactierekenen. 10. Hoofdrekenen. 10. Aardrijkskunde. 9. Geschiedenis. 9. Natuuronderwijs. Ook een 9. Geweldig. Hoe heeft die zoon dit bereikt? Nou, door heel hard te werken hoor. Ruim van tevoren studeren natuurlijk. En natuurlijk niet een dag van tevoren dat doen. Hoeveel punten hebben jullie? Ik heb 64. Ik heb 62. Hoe hebben jullie dit bereikt? Hard je best doen, goed opletten, studeren en keihard werken. Ready, steady! Mijn advies is, droom niet klein, maar droom groot. Want het feit dat je hier zit als een van de best geslaagden, wil zeggen dat je het vermogen hebt om grote dromen te realiseren. Maar vergeet niet dat dromen worden gerealiseerd door zweet, vastberadenheid en hard werken. Wat wil jij worden? Ik wil ingenieur worden. Ik wil een ingenieur worden en ik wil studeren over de ruimte. Jij gaat in de ruimte en hij gaat een space shuttle bouwen? Nee, ik ga niet in de ruimte. Jij gaat studeren over de ruimte en bijvoorbeeld als ik een ingenieur ben, kan ik misschien voor die astronauten een space shuttle ontwerpen. Ready, steady. Go! Ready, steady. Go! Dit jaar hebben we gewoon 2 scholen op de eerste plaats met de vrije school. De andere school die dit jaar ook 8 GoGlo'ers heeft opgeleverd. De OSG Zwerterschap. Wat zeg je aan andere kinderen? Dat ze hun best moeten doen. En dat ze in plaats van die vrienden die hun best niet willen doen, in plaats van dat ze met ze gaan spelen, hun lessen gaan leren.